Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pakker 5. Vandaag hebben wij een 10 euro webcam van AliExpress gekocht. En dit gekke monstrosity dus. En we gaan kijken of hij een beetje het waard is of niet. Oké, dus ik dacht, laten we een 10 euro webcam van AliExpress kopen. Want tegenwoordig alle webcams op de markt worden gewoon veel te duur. Waaronder dus deze Logitech C920, die voorheen ik gekocht heb een paar jaar geleden, 3 jaar geleden of zo, voor 70 euro is hij nu 150 euro. Dus ik dacht, ik ga op AliExpress sneupen, een tientje uitgeven voor een webcam en kijken wat ik hiervoor krijg. Dus ik kwam dus met dit ding aanzetten. En ja, laten we even kijken hoe dat ding nou precies doet. Oké, dit is dus de webcam zonder ook maar iets aangedaan te hebben met de instellingen. Dus nu is het al standaard automatisch, dus als je hem uit de box krijgt en inplugt, dus dit is wat je krijgt. En als je eigenlijk zo ziet, mijn gezicht is gewoon veel te overbelicht en de witbalans is best wel mis. Dus het is niet je meest fantastische kwaliteit. Qua scherpte op zich is het best wel oké, dat is prima. Het is wel 1080p zoals je ziet, alleen je ziet heel veel ruis een beetje om je heen. Dus ik ga nu even tweaken en kijken hoe het dan eruit ziet. Oké, dus dit is nu hoe het eruit ziet als ik een beetje getweakt heb met de belichting. Want dat zou je zeker moeten doen met deze webcam. Want out of the box is het gewoon waardeloos. Zo is het wel een stuk beter. Natuurlijk, de kwaliteit is nog steeds niet het beste wat je kan krijgen. Maar overal is het nog best wel keurig. En ik zou het prima kunnen gebruiken in een stream. Vooral natuurlijk op veel screens, zoals je nu ziet, zie je heel veel ruis. Maar als ik bijvoorbeeld deze video, zoals je nu ziet, heel erg verklein naar een hoekje, zoals je doet bijvoorbeeld bij streamen, dan merk je er opeens veel minder van. De microfoon werkt dus niet op deze webcam, tenminste die van mij is kapot gegaan denk ik. Ik weet niet, ik krijg telkens hele hoge vage klankies, dat hoor je hier ook wel zometeen. Het is niet het fijnste, dus qua beeld moet je het echt alleen voor gebruiken. En voor de rest werkt het eigenlijk best wel keurig. En dit is dus de beeldkwaliteit van de C920 van Logitech. En zoals je ziet pakt hij veel meer lichten om zich heen. Auto-witbalans is niet echt heel fantastisch. Hij laat heel veel paarse-blauwige kleuren zien. Dus dat betreft het niet heel fantastisch. Qua scherpte zit het goed gelijk mee met de andere webcam. En eigenlijk qua belichting ziet het er veel zachter en wat meer aantrekkelijker uit tegenover de AliExpress webcam. Dus daarvoor zul je echt het verschil mee merken. Natuurlijk heeft deze webcam ook een microfoon op zichzelf, wat ik je nu even laat horen. Oké, dus dit is nu de microfoon op de C920. En algemeen vind ik de kwaliteit van de microfoon best wel matig om heel eerlijk te wezen. Het is niet fantastisch, je kan net zo goed eigenlijk gewoon je laptopmicrofoon gebruiken, want ik heb het gevoel dat ik daar een betere ervaring mee krijg. Maar nu ga ik eens even tweaken met de lichtinstellingen van de C920 om te zien hoe dat een beetje gaat. Oké, dit is dus alles zo ingesteld zoals ik wil op de C920. En dit is hoe het vergelijkt met de 10 euro AliExpress webcam. Dus als ik nu eventjes deze Logitech uitzet, is dit dus de webcam van AliExpress. Algemeen, als ik het zo zie op mijn scherm, vind ik natuurlijk de Logitech veel beter uitzien. Maar uiteindelijk, je betaalt hier maar 10 euro voor, vergeleken met de 100 tot 150 euro van de Logitech. Dat is best wel een grandioos verschil, dus weeg dat ook natuurlijk in mee in de kwaliteit wat je krijgt. Ik denk voor eigenlijk de meeste mensen die misschien beginnen met streamen, zou zeker wel de AliExpress webcam voldoende voor hun wezen. En als je natuurlijk een microfoon erbij nodig hebt, je hebt zelf niet een microfoon in je computer of wat dan ook, ja, dan moet je natuurlijk de C920 hebben. En als je geen microfoon nodig hebt, ja, dan kun je nog best wel overweg met de AliExpress webcam. En ik gebruik hem eigenlijk zelf nu ook voor mijn streams, dus eigenlijk vind ik het altijd gewoon al prima werken. Helemaal op een klein schermpje had ik hier ook laten zien wat afgelopen streammomenten zijn. Als je trouwens wilt volgen op de stream, link zit in de beschrijving, dus check dat uit. En ja, dat. Wat? Klopt de processen wel, dit is een easy, silky smooth FPS stream jongens. Veel plezier. Ja, heb je wel, heb je de videokaart wel in een goede slot geduwd? Dit is gewoon een Pentium. Maar de AliExpress webcam heeft ook nog leuke features wat dus de Logitech dus niet heeft. Waaronder dat je gewoon 360 graden of 720 graden of 1080 of gewoon oneindig lang door kan draaien als je dat wil. Waarbij de Logitech toch eigenlijk vastzit op één punt, die je helemaal dus niet kan draaien. Wat best wel eigenlijk jammer is. Dus als je deze van hoek wil veranderen of wat dan ook, moet je hem echt verplaatsen op je scherm. Voor de rest kan deze AliExpress webcam naast het roteren ook nog naar voren en onderen buigen. Wat dus echt hartstikke top is. En ik snap ook niet waarom eigenlijk de duurdere webcams dat tegenwoordig nog steeds gewoon niet hebben. Want dat is gewoon super handig. Voor de rest hebben beide webcams ook nog een schroefgat aan de onderkant. Dus als je hem aan de tripod wil hebben, dan kan dat ook. En dat is het dan ook wel. Dus conclusie, wat vind ik dan van beide webcams? Ik vind beide webcams fantastisch. Zelf vind ik de AliExpress webcam echt super handig met alle draaien en kantelen en dat soort dingen. En vind ik het echt een top kwaliteit, tuurlijk. De C920 doet het toch wel een aardig stukje beter. Maar vooralsnog de C920, ik heb net gekeken, dat ding kost gewoon €120. Wat gewoon veel te duur is voor die webcam. Tuurlijk, je krijgt best wel mooie kwaliteit mee, waar je echt heel lang nog mee kan doen. Maar ik zeg toch wel, voor mensen die beginnen met streamen of gewoon een webcam erbij willen hebben, voor op Teams of wat dan ook. Deze kost gewoon maar een tientje. En ik denk voor dat bedrag kun je dit gewoon niet verslaan. En dat is wat ik denk al een beetje. En natuurlijk wil je een microfoon. De C920 heeft een microfoon. Ik kan niet zeggen dat het fantastisch is, want op zich vind ik het best wel matig. Dus waarschijnlijk als je deze webcam gebruikt op je laptop, die al trouwens een webcam heeft. Waarschijnlijk de meeste die dit kopen is voor desktop, denk ik. Die hebben natuurlijk geen microfoon. Ik zou zeggen, koop dan een aparte microfoon erbij. Zul je waarschijnlijk veel betere kwaliteit uithalen dan deze webcam. Ja, dat is wel een beetje mijn deel. Like de video natuurlijk als je het leuk vindt. Abonneer natuurlijk als je meer wil zien. En ik zie je wel weer in de volgende video. Tot ziens!